Bijna iedereen die bezig is met manifesteren, met de wet van aantrekkingskracht of de law of assumption, dat is een beetje mijn laatste obsessie wilde ik zeggen, maar ik ben heel veel bezig met scripten. En dat is gebaseerd op de wet van aantrekkingskracht en de kracht en potentieel van je eigen brein. Hè? Om het als een soort AI te gebruiken, maar dan zonder de artificial, zeg maar, want dat is natuurlijk niet kunstmatig, maar natuurlijk. Dus dan wordt het NI eigenlijk, hè? Natural intelligence, dat. Of dat je dat nou doet met de law of assumption. Het maakt allemaal niet uit hoe we het noemen. Daar gaat het niet om. Maar in alle drie de gevallen is er één belangrijk principe. En dat is namelijk dat jij je bezighoudt met het waarom en het wat. En niet met het hoe. Dat je die nog even laat waar het is. Als je daar te vroeg mee bemoeit, dan krijg je een soort beperkte visie. En dan krijg je vaak niet wat je wil. Of wordt je beeld niet scherp. En toch... En ik ben daar zoveel mee bezig, merk ik bij mezelf ook nog, dat best wel lastig is af en toe. De zon gaat in één keer schijnen, dus ik hoop dat je me zo nog een beetje goed kan zien. Dat mijn brein toch wel heel graag naar het hoe wil gaan. Daar heb ik een vorige video ook over opgenomen. En door steeds tegen mezelf te zeggen, het is mijn enige taak om bezig te gaan met het waarom en het wat. Dus om helderheid te verkrijgen over waarom wil ik. Iets. En hoe ziet dat eruit in mijn ideaal? En hoe voelt dat? En om de criteria helder te krijgen. En om bijvoorbeeld, ik werk heel graag met vision boards. Om letterlijk een beeld daarvan te schetsen. Om het uit te werken. Om het uit te zoeken. Om het te begroten. Om ermee bezig te zijn alsof het al gaat gebeuren. Alsof het al gebeurd is. En daar bedoel ik mee alsof het al geregeld gaat worden. Dus als jij dat ook merkt, dat je te veel in het hoe zit, dan probeer eens of het lukt bij jou, bij mij wel, door te zeggen, het is mijn enige taak om bezig te zijn met het waarom en het wat. Ga bezig met doen alsof het in de toekomst al geregeld wordt voor je en jij moet het specificeren. En weet ook, als je daar stagnatie voelt, als je daar al blokkades voelt op het niveau van helderheid krijgen over wat je wilt, hè, dat je niet goed weet wat je wilt, dan zou ik zeggen, ga eens mijn methode de drempel doen. Die vind je op wendyborst.nl/drempel. Want dan krijg je vaak helder wat dat is wat jou blokkeert. Want er zit eigenlijk altijd wel één of meerdere conflicten, waardoor je niet eens verder komt op het niveau van ontdekken wat je nou echt wilt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zal de link ook even hieronder voor je zetten.